meneer de premier, beste collega's. De werknemers van Heinz en anderen die deze week met slecht nieuws geconfronteerd worden, verdienen al onze steun en alle politieke aandacht. Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk deze ochtend een beetje heb getwijfeld om deze vraag aan u te stellen. Omdat ons vermoeden zeer groot is dat we het antwoord eigenlijk al kennen. Dat we het standaard antwoord dat klaar ligt op het kabinet van u als eerste minister eigenlijk al kennen. Met name na enkele terechte woorden van steun en medeleven, een aantal cijfers en dan de boutade. Het is niet zo erg bij ons als in Spanje, Griekenland en Portugal. En dan tot slot, er komt een competitiviteitspact, dat zullen we uitrollen na de komende verkiezingen. Het is die houding, meneer de premier, die zorgt voor dit bilan. Die zorgt voor deze cijfers, voor de opeenvolging ArcelorMittal, Philips, Caterpillar en nu Heinz. En ik denk dat we vandaag alleen maar kunnen vaststellen dat de fiscale strategie van deze klassieke tripartite heeft gefaald. De fiscale strategie om begroting na begroting wat te wijzigen, om die torenhoge lasten op arbeid te handhaven, dat die heeft gefaald. En dat die fiscale strategie om massief in te zetten op multinationale ondernemingen met een notionele interestaftrek die ontspoort tot 6,1 miljard euro, dat die strategie heeft gefaald. En dat een lastenverschuiving een veel beter plan had geweest. Wat wij hier als Groenen hebben bepleit sinds het begin van deze legislatuur. Het is die houding ook, meneer de premier, de houding van een CD&V-caravaan vol euforie en positivisme op alle markten en pleinen in Vlaanderen. Het is de houding van mevrouw Timmerman die zegt, die roepen was geweldig. Hij was formidabel, was het, excuseer. En mevrouw Rutte die zegt, we leven in geweldige tijden. Het is die houding, die gigantische kloof tussen de euforie van deze klassieke tripartite en de maatschappelijke realiteit, meneer De Waal. Wij zijn geen negativo's, maar misplaatst optimisme, daar koop je geen één job mee. Het is die houding, meneer de premier, en ik sluit af, meneer de voorzitter, die ondertussen ook zorgt niet alleen voor dit bilan, meneer De Waal, niet alleen voor dit bilan, maar ook voor deze titel. Hoe stoppen we dit na 25 mei? Dat is de modus waar de media, burgers en bedrijven ondertussen in zitten. Dus mijn vraag is eenvoudig, meneer de premier, we hebben nog tijd tot 25 mei. Tijd die we niet alleen kunnen vullen met panda's en andere dingen, die we ook kunnen vullen met bijkomende maatregelen voor de werknemers van Heinz. Dat is mijn concrete vraag van mij en van onze fractie op deze tribune. Bedankt, meneer Calvo. Monsieur le président, chers collègues, comme l'a dit d'ailleurs un de nos collègues, en effet, mes premières pensées vont aux travailleurs concernés par l'annonce des fermetures, que ce soit à Saint-Gobain ou à Heinz. Je comprends leurs sentiments et partage leur colère. Il est en effet inacceptable que des conseils d'administration suivent une logique de maximalisation du profit financier sans tenir compte des efforts des travailleurs dans l'intérêt de l'entreprise et sans tenir compte des conséquences sociales et humaines qu'une fermeture engendre pour ces travailleurs. Le gouvernement fédéral, dans ces deux cas, comme dans tous les autres cas, soutiendra toutes les démarches, tant du gouvernement flamand que du gouvernement wallon. Mes chers collègues, les réformes structurelles menées par le gouvernement fédéral depuis le début de la législature ont permis de stabiliser le pays. Juste pour l'anecdote, moi je n'ai jamais dit que c'était formidable, j'ai jamais dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a encore énormément de problèmes à résoudre. Je ne demande rien car de cette tribune, que voulez-vous que je demande, surtout à quelques encablures des élections, on attendra la chose et son contraire, mais il suffit de regarder où était notre pays il y a 2 ans et demi, de le regarder où il est aujourd'hui, ça mérite intellectuellement, non, politiquement, je vous fais confiance pour tout dénigrer, mais intellectuellement, ça mérite une certaine réflexion. We hebben in 2014 meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd om jobcreatie, innovatie en investeringen te ondersteunen. Samen met de gewesten en in overleg met de sociaalpartners
hebben we beslist om die in Spanje de komende jaren verder te zetten. Concreet zullen de loonlasten progressief verlagen voor een bedrag van 4,7 miljard euro. De maatregel is vooral gericht op de ondernemingen die onderhevig zijn aan veel internationale concurrentie en op de lage lonen. Depuis un an, le poids des entreprises belges dans les échanges mondiaux ne cesse d'augmenter, et ce plus fortement que la moyenne de nos trois pays voisins. C'est évidemment positif dans le malheur que nous connaissons. Mais les fermetures d'entreprises que vous évoquez, les pertes d'emplois trop nombreuses sont là pour nous rappeler chaque jour combien il est important de poursuivre nos actions. Alle partners, Federalstaat, Gewesten, Vakbonden en werknemers moeten samenwerken om de relance van onze economische activiteit te stimuleren. Nous avons une responsabilité partagée. J'ouvre une parenthèse, mais quand on voit un collègue parlant de ces multinationales et avec son doigt indiquant comme responsable le Premier ministre, j'ai presque envie de sourire, ce qui est exagéré est évidemment insignifiant. Je me dis parfois comment peut-on en arriver à ce stade, mais bon, j'imagine que c'est la fièvre électorale qui s'empare de... Je vous demande d'écouter les réponses. Allez, ça suffit. Monsieur le Président, je ne demande pas qu'il écoute, simplement qu'il se taise. Alle partners, Federalstaat, Gewesten, Vakbonden en werknemers moeten samenwerken op de relance van onze economische activiteiten te stimuleren, comme je l'ai dit. Et nous avons une responsabilité partagée de permettre à chacun de garder son emploi ou de trouver un emploi convenable. Des outils existent pour responsabiliser les entreprises. Je pense notamment à la loi Renault, qui est actuellement en cours d'évaluation. Et mes chers collègues, je fonde aussi beaucoup d'espoir sur les travaux parlementaires en cours qui concernent la gestion anticipée des événements qui éviteraient ou réduiraient les effets des restructurations d'entreprises. Merci pour votre attention. Premier, het was inderdaad een variabele op uw standaardantwoord, maar u bent zelfs nog verder gegaan. U hebt gezegd eigenlijk de oppositie en anderen die kritiek hebben op ons sociaal-economisch beleid, dat zijn negativo's of zij doen aan verkiezingspraat. Ik ben het daar niet mee eens. De jonge werkzoekenden aan wie mevrouw De Koning 10.000 stageplaatsen had beloofd en werkchecks had aangekondigd, die doen niet mee aan de verkiezingen. De KMO die vandaag wel zijn vennootschapsbelastingen betaalt, hè, en die oprecht boos is over nationale interstaffing, die doen niet mee aan verkiezingen. Dat zijn geen negativo's. Dat zijn mensen die hun mouwen opstropen om in dit land welvaart te creëren. En aan u hebt u ook vandaag gezegd, u hebt kritiek, u maakt zich zorgen, u bent verontwaardigd, jullie zijn negativo's. Het is die houding, het is dat negationisme van de klassieke tripartite die ons jobs kost, elke dag, gisteren bij Heinz. Wat zal het morgen zijn? Waar zal het morgen zijn? En de grondige fiscale hervorming die zal er voor 25 mei niet gerealiseerd worden. Daar maak ik mij geen illusies over. Maar we kunnen wel iets anders doen. We kunnen iets doen aan deze tabel. We kunnen iets doen aan deze tabel. Aan die 6,1 miljard kost nationale interstaffing. Sinds 2008 staan mevrouw Almaty en meneer Van Ecken hier op de tribune om te zeggen, link dat aan jobcreatie, link dat aan jobbehoud. Zet dat in op KMO, Janssens en Peters in plaats van op de ArcelorMittals van deze wereld. Dat is wat er nog kan gebeuren voor 25 mei, meneer de premier. En we zullen het blijven zeggen tot aan de verkiezingen. Monsieur de Rijver.